Vandaag een lekkere kruidige couscoussalade met chipolata worstjes. En daar heb je voor nodig couscous, een courgette, zoete puntpaprika's, chipolata worstjes, 2 rode uien, gemalen komijn en een beetje gedroogde oregano. Deze boodschappenlijst die kun je terugvinden op de site en op de app. Daar kun je de boodschappenlijstjes ook uitprinten, zodat je ze mee kunt nemen naar de winkel. Maar wat nog veel leuker is, je kunt nu ook alvast zien wat ik volgende week ga maken. Ik ben er namelijk maandag tot en met vrijdag. Dus weer 5 nieuwe recepten. Hele leuke gerechten, kan ik je vertellen. Dus kijk even of er wat tussen zit wat je lekker vindt. En wat handig is, je kunt ze ook in 1 klik online bestellen en dan krijg je ze zo in huis geleverd. Dat is nog eens even een prettig weekend om te beginnen, toch? Dan nu de couscous. Ik heb hier couscous en het leuke van couscous is dat het echt binnen no time klaar is. Je hoeft het alleen maar te wellen in kokend water. Ik ga vandaag zelfs water uit de waterkoker gebruiken, dus echt no worries. Het wordt een heel simpel en smakelijk gerecht, maar dat gaan we zo meteen pas doen. Eerst het snijden van de groenten en we beginnen met 2 rode uien. En die rode uien die gaan we wat grover snipperen, die hoeven helemaal niet heel erg fijn. Dus ik haal eventjes het schilletje eraf. Het is vandaag leuk om rode uien te gebruiken, want het allerleukste van couscoussalade vind ik zelf als je zoveel mogelijk kleur toevoegt. We gaan natuurlijk rode paprika doen en groene courgette, maar dus ook de rode ui, dat geeft het gewoon een extra leuke kleur. En zo kun je een hele lekkere couscoussalade maken die super geschikt is voor bijvoorbeeld een barbecue of een lunchgerecht, maar dus ook voor deze warme maaltijd voor de gewone avond. Maar het is een van de dingen die ik zelf heel vaak maak als ik veel mensen over de vloer heb. Want je kan echt heel makkelijk grote hoeveelheden maken. Zelfs bij het cateringbedrijf wat ik vroeger had, was couscous snel een van de bijgerechten, omdat het zo makkelijk was. En dan ga ik je precies laten zien vandaag hoe dat allemaal werkt. Eerst die ui even schillen. Blijf eens hier. Hoppa, goed zo. De tweede schil ik ook maar vast. Nou, als je zoals wat bij mij nu gebeurt ziet dat het schilletje er niet makkelijk afkomt, dan kun je altijd de buitenste laag verwijderen. En dan gaat het namelijk net even wat sneller. Zo. Pak ik even een groot mes erbij. En eventjes, hoe snipper je nou een ui? Je ziet, ik laat aan de onderkant het kontje eraan zitten. Dat zorgt er namelijk voor dat als je gaat snipperen, dat die ui niet helemaal uit elkaar valt. Dan snij je hem eerst verticaal in. En dan ga je nog een keer horizontaal met je mes erin. En als je dan vervolgens snippert, dan is hij mooi in laagjes gesneden. En heb je mooie snippertjes. Misschien sta jij nu thuis ontzettend te huilen boven de uien. Ik heb daar zelf nooit zo heel veel last van, want ik draag lenzen. En dat beschermt je ogen op de een of andere manier wel een beetje. Maar wat je ook nog kan doen is bijvoorbeeld je mes nat maken onder de kraan. En dan snijden. En dan schijnt het ook ietsjes minder te prikken. Of als je verkouden bent, dan moet je het vooral zeker wel gewoon laten gebeuren. Want dan gaat het allemaal lekker lopen en dan voel je daarna weer een stuk beter. Deze ui gaan we straks nog even fruiten met de rest van de groenten. En ui is natuurlijk redelijk scherp. Maar door hem te verwarmen, dan gaat een beetje die scherpte er vanaf en wordt hij wat milder en wat zoeter. En we gebruiken flink wat ui, dus dat heeft hij wel nodig. Een beetje verwarmen. Want als je dit rauw zou moeten eten, dan zou het een beetje te veel van het goede zijn. Nog
even een beetje het mes erdoorheen, zodat grote stukken die niet helemaal netjes gesnipperd werden, eventjes wat kleiner worden. En dan schep ik de ui in een bakje, want ik heb mijn snijplank weer nodig. Dus ik pak eventjes deze voor de paprika, deze voor de ui en nog eentje voor de courgette. Dan gaan we even alles al helemaal klaarzetten. Dat is het natuurlijk wel altijd met koken. Je moet altijd flink wat snijden. Vaak is dat natuurlijk het eerste gedeelte van het koken. En voor veel mensen is snijden natuurlijk nog best wel een tijdrovend werkje. Maar het is wel iets, hoe vaker je het oefent, hoe beter het gaat. En een van de tips die ik misschien al vaker heb gegeven, maar zorg gewoon voor goede messen. Je hoeft echt niet zo'n enorm messenblok te hebben zoals ik heb. Maar één goed groot scherp mes, één goed klein scherp mes, dan ben je er. Dan kun je bijna alles doen. Dan de courgette en de paprika. Ik begin eventjes met de courgette. De courgette snij ik in blokjes. En de makkelijkste manier om dat te doen is door hem eventjes te verdelen in tweeën. De kontjes aan beide kanten eraf te snijden. En als je vervolgens hier plakken van snijdt, deze weer neerlegt en ook weer strips van snijdt, en dan kun je ze op deze manier een kwartslag draaien. En kijk, je gaat met je mes erdoorheen en dan heb je heel snel mooie dobbelsteentjes. Ik zie mensen vaak kleine halve maandjes snijden. Maar in deze couscoussalade vind ik het zelf wel mooi als het blokjes zijn. Omdat het ook de vulling aan de salade gaat geven. Maar ook gewoon net even wat lekkerder eet als het allemaal een beetje hetzelfde formaat heeft. En ook deze in blokjes. Bij het uitzoeken van een courgette, om te kijken of die vers is, kun je het beste eventjes met je duim in de courgette gaan. En als die nauwelijks meegeeft, dus dat je duimafdruk er eigenlijk niet in komt, dan weet je dat die vers en stevig is en dat die nog goed is. En hoe kleiner de courgette, hoe smaakvoller die is. Die enorme grote courgettes, die zijn natuurlijk prachtig om te zien. Maar die zijn redelijk vlak van smaak en die kun je het beste voor soep gebruiken. Maar voor dit soort gerechten, hoe kleiner, hoe lekkerder. Voordat je de paprika gaat snijden, doe dan even mee en zet even de waterkoker aan. Ik heb hem al gevuld met water, maar doe hem gewoon even maximaal vullen. Want zometeen hebben we kokend water nodig. Dan staat dat tenminste alvast klaar. Paprika spoel ik ook even af. En puntpaprika's zien er natuurlijk niet alleen mooi uit, maar zijn toch ook een beetje anders van smaak dan de gewone paprika. Ze zijn wat zoeter en ze hebben een wat dunnere schil, dus het snijdt ook wat makkelijker. En wat ik zelf altijd leuk vind, is om het gewoon in ringetjes te snijden. Je komt uiteindelijk uit bij de zaadlijst, dat is ongeveer 2 centimeter van het kroontje af. En daar moet je er even omheen snijden, maar als het goed is, kom je hier geen zaadjes tegen. Kijk, hier zie je het. Aan de binnenkant zit dan een echt klein aanzetje met zaadjes. Als je daar gewoon even omheen snijdt, dan kun je wel de hele paprika gebruiken. En dit kun je uiteindelijk gewoon weggooien. Terwijl ik nog even doorga met het snijden van de paprika, kijk even mee, want over couscous is nog een heleboel te vertellen. Couscous. Het klinkt heel exotisch, maar het is eigenlijk wat rijst is voor de Aziaten of wat aardappels zijn voor ons. Nadia weet er alles van. Ze groeide op in Winterswijk, maar heeft Marokkaanse ouders. Couscous zijn korreltjes van harde tarwe. Eigenlijk een beetje hetzelfde als waar we brood of pasta van maken. Dat wordt gerold en gedroogd tot de korrels die we kennen als couscous.
Traditioneel wordt de couscous 3 keer gestoomd nadat er wat olie en zout doorheen is gemengd. Het blijft toch ook elke keer leuk om eruit tevoorschijn te piepen. Maar gelukkig is er ook een snellere versie, wellen. Dat is gewoon kokend water erover gieten en het even een paar minuutjes laten staan. In Marokko eten we couscous eigenlijk met z'n allen uit een grote schaal. En dan eet je uit het deel dat recht voor je ligt met een lepeltje. En heel vroeger waren er altijd wel echt leuke oma's die dan couscousbolletjes konden maken. En dan wipten ze zo een bolletje in hun mond. Maar wij doen het gewoon met een lepel. Je kunt er dus alle kanten mee op en er lekker je eigen draai aan geven. En zoals iedere Nederlandse oma haar geheime stoofvleesrecept heeft, heeft iedere Marokkaanse familie een eigen couscousrecept. Als ik denk aan een van mijn favoriete eetherinneringen, dan is dat wel die grote schaal couscous waar we met z'n allen omheen zitten. En wat ik er dan altijd zo lekker aan vond, is dat je je wensen kon indienen. Dus de ene keer had je zin in kip met geconfijte uien, rozijnen als topping erop. En de andere keer alleen met groenten, glas karnemelk erbij. En die variatie die maakte die couscous op vrijdag wel nog lekkerder. Wat leuk hè, met al die bijgerechtjes. Wij gaan vandaag een lekkere salade ermee maken. Ook heerlijk. Pak even een koekenpan erbij. En zet die eventjes op hoog vuur. Dan gaan er 2 eetlepels olijfolie in. En dan gaan we de groenten namelijk bakken. Ik gebruik vandaag extra vierge olijfolie. Zorg gewoon dat het vuur niet super hoog staat, zodat die olie niet verbrandt. Maar je kunt best wel in olijfolie bakken, als je maar oppast met de temperatuur. Deze even warm laten worden, pak ik vast een spateltje erbij. Laat ik de olie een klein beetje warm worden. En dan gaan we deze groenten bakken. En ik vind het met groenten, met name met courgette, altijd wel heel lekker om het op hoog vuur te doen. Want die courgette heeft een vrij vlakke smaak. Maar juist door hem een beetje bruin te bakken, krijg je die lekkere nootachtige smaak. En dat is toch altijd lekker om toe te voegen aan die salade. Dus als de olie heet is, kan eerst de ui erbij. Gooi hem nog een beetje omhoog. Ja, zo. Kijk, ik hoor hem sissen. En ik doe het allemaal een beetje in gedeelten erin. Ik wil namelijk dat er eerst even goed warmte in die pan ontstaat. Als je het allemaal tegelijk in de koekenpan gooit, dan zakt die temperatuur van die koekenpan heel snel. En dan duurt het gewoon allemaal wat langer uiteindelijk. Dan komt er heel veel vocht uit je groenten. En dan ga je het meer stoven dan bakken. Dan kan de courgette erbij. En dit is nou een ideaal gerecht om ook je koelkast een beetje mee op te ruimen. Misschien doe je op zaterdag altijd je weekboodschappen. Dan is het wel lekker om te kijken wat je nog in de groentelaar hebt liggen. Stel, je hebt nog wat prei of wat wortel of misschien wat doperwten in de diepvries. Die kun je dus altijd ook toevoegen aan dit gerecht. Want hoe meer groenten, hoe meer kleur, hoe lekkerder die couscoussalade eigenlijk wordt. Ik maak hem nu lekker basic, zo is hij al heerlijk. Maar voeg lekker toe wat je in huis hebt, varieer daarmee. En ook qua kruiden, specerijen, kan van alles in. En als de warmte goed in de courgette zit, gaat de paprika er ook bij. Dan moet dit even lekker bakken. Dus laat het gewoon rustig even gaan. Roer er af en toe nog eventjes doorheen. Dan gaan we ondertussen wel alvast met couscous aan de gang. En dan zal ik je laten zien hoe super makkelijk het is om couscous te wellen.
Wat ik prettig vind is om een grote schaal te gebruiken. En dit is natuurlijk een hele grote saladeschaal, maar je kunt natuurlijk ook een mooie kom thuis gebruiken. Eigenlijk de hele verpakking nodig. Gewoon zo droog erin doen. En pak dan plastic folie erbij. Gewoon huishoudfolie en dus het water wat we net in de waterkoker gekookt hebben. En deze voeg je toe aan de couscous. En je zet hem eigenlijk onder water, ongeveer vingerkootje erboven. Dat is altijd precies genoeg. Kijk, nu staat hij goed onder water. Die couscous gaat al dat vocht opnemen en dan is hij gaar. Hoe makkelijk. Wat je alleen wel even moet doen, is er wat plastic folie overheen doen. Dat zorgt namelijk dat er wat stoom ontstaat en dat het dus warm blijft van binnen. Die folie gaat zo over de schaal heen. En dit is dus de snelle manier. Je kunt natuurlijk ook in een pan koken. Maar dit is de manier zoals ik het altijd deed met mijn cateringklussen. Want soms moest ik echt wel voor 100 man koken. Nou, dan heb je een heleboel couscous nodig, kan ik je vertellen. Grote bakken zet ik neer, met een pan kokend water eroverheen, afdekken en klaar was je. Heel makkelijk. Die moet even wellen. Gaan we weer even kijken bij de groenten. Kijk, die begint lekker bruin te bakken. Je ziet de courgette echt een beetje karamelliseren. En dat is lekker. Dus blijf op hoog vuur roerbakken. Daar krijg je alleen maar meer smaak van. De groenten die ga ik wel nog even lekker op smaak brengen met Oosterse kruiden. Dus ik gebruik vandaag deze twee. En dat zijn de komijnzaad en de oregano. Komijnzaad is natuurlijk gemalen. Dit is de komijnzaadjes, dat zijn een soort pitjes. En die kun je helemaal fijn malen. En dan krijg je de formale komijnzaad. Smaakt ongeveer hetzelfde. Heeft een nogal intense smaak. Maar hij ruikt misschien ook niet helemaal fris. Maar hij is heel lekker in Oosterse gerechten. Hij smaakt eigenlijk lekkerder dan dat hij ruikt. En de oregano, die we natuurlijk allemaal kennen van de Italiaanse keuken. Maar ook heel goed past bij deze lekkere groenten. Wordt ook veel in de Mexicaanse keuken gebruikt. En je kunt natuurlijk verse oregano gebruiken. Maar als je gedroogde gebruikt, moet je ongeveer 1,5 keer zoveel gebruiken als gedroogde. Ik gebruik ongeveer 1,5 theelepel komijnzaad. En die moet je altijd even meebakken. Want door hem mee te bakken komen die smaken vrij. Dat is eigenlijk met alle specerijen het geval. En van de oregano gebruik ik dus eventjes wat meer dan gedroogd, dan vers. Dat is, nou, laten we zeggen ongeveer 2,5 theelepel. Breng ik deze ook nog even op smaak met een klein beetje zwarte peper en wat zout. Dan het bakken van de chipolata worstjes, want die gaan we erbij serveren. Pak ik even nog een koekenpan. En die gaat eventjes ook op hoog vuur. Zo. Terwijl de pan even goed heet wordt, blijf even roeren in de groenten, want die gaat natuurlijk vrij hard. En op het moment dat je denkt, die is goed, die is gaar, dan kun je het wat zachter zetten. En dat ga ik nu doen. Ik zet hem even op middelhoog vuur, zodat hij wel nog even doorwarmt. Maar niet meer zo keihard gaat als net. Dan gaat er wat olijfolie in de koekenpan. 2 eetlepels, daar gaan we de worstjes in bakken. Dan pak ik de runder chipolata's erbij. En deze runder chipolata's gaan we bakken in de hete olie. Maar niet op keihard vuur. Normaal gesproken vertel ik altijd van met vlees moet je altijd een hele hete pan hebben en dan de worstjes erin.
Maar misschien heb je het wel eens gezien. Als je een worstje op heel hoog vuur bakt, pop, dan trekt hij meteen krom. Dus de manier om dat te voorkomen is het om het een keer andersom te doen. Dus rustig op te bakken. Dan kun je altijd aan het einde het vuur nog wat hoger zetten om te zorgen dat hij wel een lekker bruin krokant korstje heeft. Maar we doen het even een keertje andersom, want ik wil rechte worstjes, geen kromme. Dit kan in de plastic bak. Laten we deze even goed warm worden. En kijk eens eventjes naar de couscous. Bij jou thuis is dat misschien ook zo. Het vocht is helemaal opgenomen door de couscous. Dus je ziet het, hij is eigenlijk nu al klaar. Maar doordat er plastic overheen zit, blijft hij ook echt nog wel even warm. Maar het wordt een salade, dus hij hoeft ook niet helemaal warm. Lauwwarm is ook prima. Maar zo makkelijk is het dus. Nou, die olie die is heet. Dus dan kunnen de worstjes in de koekenpan. En ik gebruik vandaag runder chipolata's, maar je zou natuurlijk ook merguez worstjes kunnen toevoegen. Ook super lekker. Dus mocht je die een keer kunnen vinden, doe dat dan. Die hebben namelijk ook extra veel kruiden erin, maar dit is ook heel lekker hoor. Zo. En dan ga ik even rustig de worstjes bakken. Dan bak je ze rondom aan. En dan laat je ze rustig doorgaren en dan geven ze nog een tikje aan het einde. Kijk, nu kunnen ze al een beetje omgekeerd en je ziet het, ze zijn licht goudbruin. Dus dat is het moment om ze om te keren. En aan de andere kant ook weer door te laten bakken. Maar terwijl die worstjes bakken, heb ik nog een leuke tip. Die heb jij niet op je boodschappenlijst staan, dus maak je geen zorgen. Maar misschien heb je toevallig in huis. Ik heb namelijk nog wat Griekse yoghurt staan. En daar wil ik een soort yoghurtdip mee maken die we over de couscoussalade gaan doen. Pak ik Griekse yoghurt. En ik pak er ook een knoflookteentje bij. En die Griekse yoghurt schep ik even over in een bakje. In de Turkse en in de Arabische keuken wordt veel yoghurt gebruikt. Wij kennen yoghurt natuurlijk van 's ochtends door de muesli en wat fruit. Maar daar wordt het vaak in de warme gerechten gebruikt. Dat doen ze trouwens ook in de Indiase keuken. Het is natuurlijk een soort lekker fris iets. Alleen we gaan nu een hartige yoghurt maken. Knoflookteentje pers ik boven de yoghurt uit. Misschien ken je het al van de Griekse vakantie. Daar wordt natuurlijk vaak tzatziki gemaakt. En dat is natuurlijk ook Griekse yoghurt met knoflook en dan wat komkommerrasp. Dat gaan wij vandaag niet doen. Ik ga hem namelijk een beetje oosters maken. Door er ook nog wat van het komijnpoeder aan toe te voegen. Want dat hebben we toch al in huis. Ondertussen blijf ik wel even goed naar de worstjes kijken. Doe dat thuis ook. Kijk, langzaam beginnen ze te kleuren. Zo. Dan nog een klein beetje zout en peper in de yoghurt. En een klein scheutje olijfolie. Dat maakt hem net even nog wat smeuiger. Gewoon een hele simpele yoghurtdressing. Het is even een tip van mij met ingrediënten die je misschien in huis hebt. En dit ga ik straks nog over de couscoussalade doen. Maar het is eventjes gewoon lekker voor de bij. Kijk, de worstjes spetteren natuurlijk een end in alle richtingen. Wat je natuurlijk nog kunt doen, dat heb ik al een keer eerder laten zien, is bijvoorbeeld een stuk bakpapier uitknippen en dat op de worstjes leggen. Dan spettert het niet zo heel erg. Want ja, de olie zit op de hele keuken. Maar ja, bij koken hoort ook rommel. Dat moet je maar even loslaten.
En straks gewoon lekker je gezin aan het poetsen zetten. Jij hebt gekookt, hè, dus dan hoef je niet meer te poetsen. Nou, die bakken nog eventjes verder. Ga ik de couscous losroeren met een vork. Plastic kan eraf. Het vuur onder de groenten kan ook uit. Dan moet je kijken hoe simpel. Want zo is hij dus al gaar. Dan schep ik de groenten vast door de couscous. Kijk, en die lekkere aanbaksels in de pan, schep die vooral ook even mee. Want daar zit echt heel veel smaak aan. Die moet je niet wegdoen. Super lekker zo. Nou, blijven we nog eventjes de worstjes bakken. Kijk, en je ziet het nu beginnen ze langzaam echt mooi goudbruin te worden. Aan de binnenkant zijn ze praktisch gaar. Roer ik alleen de couscous nog even door. En we hadden natuurlijk al smaak aan de groenten toegevoegd. Ik had zout toegevoegd, ik had specerijen toegevoegd. Dus je hoeft geen zout meer aan de couscous toe te voegen. En ik heb het je net al verteld, maar je ziet het hoe makkelijk het is. Een dubbele portie heb je zo gefixt. Hè? Je doet gewoon 2 pakken couscous erin. Dubbel zoveel groenten, dubbel zoveel water. En je hebt eigenlijk zonder inspanning heel veel gekookt. En heb je morgen meteen een leuke lunch of eventueel wat voor een andere dag over. Nou, deze is mooi doorgeroerd. Dan leg ik de worstjes op de schaal. En ik laat ze even heel vandaag. Je kunt ze natuurlijk in stukjes snijden. Maar we gaan voor een snelle vrijdagmaaltijd. Want het is bijna weekend. Wat ik zelf nog toevoeg is dus de yoghurtdressing die ik heb gemaakt. Als je die niet hebt, geen zorgen. Maar het maakt het voor mij net eventjes een beetje af. Kijk eens eventjes. En ik heb hier ook nog een klein beetje peterselie. Heb jij waarschijnlijk ook niet in huis. Maar je kunt ook wat andere verse kruiden toevoegen, wat je ook hebt. Die snij ik alleen wel nog even een klein beetje fijn. Een beetje kleur eroverheen. Kijk eens eventjes. Een heel leuk Midden-Oosters gerecht. Binnen een half uur op tafel. Dit is hem. En kijk, daar heb je toch zin in om daarin te duiken. Maak thuis even een fotootje ervan en plaats de hashtag wat eten we erbij. Want dan kan ik zien hoe het bij jou is gegaan. Voeg ook lekker andere groenten toe. Hè. Wat je ook in de koelkast hebt, maak er even wat leuks van. En laat me weten hoe dat is gegaan.